Was Willem van Oranje een terroristenleider? Dit is de Universiteit van Nederland. Nou, dat is een duidelijke vraag en die leg ik dan maar meteen aan jullie voor. Was Willem van Oranje een terroristenleider? We hebben afgesproken dat het niet zichtbaar in beeld wordt gebracht. Wie denkt dat? Kijk, nou, dat is in ieder geval ontzettend duidelijk. Laten we kijken of we er aan het eind anders over denken. Stel je voor, het is de zomer van 1575. Noord-Holland is in handen van rebellen, onder leiding van Willem van Oranje. In dat gebied waar het moeilijk doordringen is, omdat het grotendeels uit water bestaat, hier zien we het op de kaart gekanteld. In dat gebied zijn de rebellen de baas, maar hun greep op dat gebied is niet heel stevig. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat Amsterdam, duidelijk aangegeven op de kaart, nog steeds trouw is aan koning Philips II die in Madrid zit. Eigenlijk moet je je een beetje voorstellen dat Noord-Holland op dat moment de Gazastrook van de 16e eeuw is. En ze zijn zenuwachtig daar, want de Spanjaarden kunnen elk moment binnenvallen. Bovendien, de rebellen hebben geldgebrek, zoals alle rebellen. Nou, en in die omstandigheden wordt Lisbeth Bouwens bezocht door de schout van Benningbroek. Benningbroek is een dorpje onder de rook van Hoorn. En de schout heeft gehoord dat Lisbeth geld heeft. Geld waarvan hij denkt dat hij er aanspraak op kan maken. Hij is vergezeld van een groepje soldaten en hij geeft die soldaten opdracht om Lisbeth op te hangen in de put buiten haar huis. Maar die soldaten zeggen, daar komt gedoe van. Want die vrouw gaat roepen en dan ontstaat er een oploopje. Wij hebben een beter idee. En ze nemen haar mee naar binnen en hangen haar daar aan haar haar op aan een ladder. Ze vragen haar geld, maar ze zegt, ik heb geen geld. Nou, de schout die ziet dat anders en die vraagt die soldaten om een andere methode toe te passen. En Lisbeth, haar hemd, wordt in brand gestoken op haar lijf. Zij gilt. De schout zegt, dit is een papistische hoer, een katholieke vrouw dus. En wij willen geld van haar hebben. Allerlei andere methoden worden gebruikt om haar te dwingen om te vertellen waar ze haar geld bewaart. Een van de methoden, die kunnen we hier achter zien, die gebruikt wordt wellicht, in ieder geval bekend was in de 16e eeuw, was waterboarding. Niks nieuws onder de zon. Deze vrouw kan het tenminste navertellen. Luister naar het verhaal van Nanning Cornelisszoon en zijn vader Koppen. Twee boeren uit dezelfde streek. Over hen hebben een aantal zwervers gezegd dat zij van plan zijn om de streek uit te leveren aan de Spanjaarden. En ze worden ook van hun bed gelicht en meegenomen voor verhoor. Dan moeten we weten dat in deze tijd de verhoormethodes ook betroffen het martelen. Het was toegestaan om iemand door middel van marteling tot een bekentenis te dwingen, die hij dan vervolgens, zoals dat heette, buiten pijn en banden, dat wil zeggen zonder dat hij gemarteld werd, nog een keer moest herhalen om het rechtsgeldig te maken. Koppen Cornelisszoon, de vader, werd gemarteld door middel van het branden. Dat gebeurde met een kaars onder zijn voetzolen en in zijn oksels. En ook werd hij uitgerekt op een pijnbank, zodanig dat, dat staat in de verslagen van de rechtbank, het bot zichtbaar werd. En op een gegeven moment, nadat dat een aantal keren was gebeurd, werd hij opnieuw voorgeleid aan zijn verhoorders. In een ruimte waarvan hij wist dat kort tevoren zijn zoon daar ook gemarteld was. En hij vroeg aan die ondervragers, wat begeert gij van mij te weten? En ze zeiden tegen hem, hetgeen wij u hebben voorgehouden. Hè, met andere woorden, teken hier maar. En hij kon nog net uitbrengen, ik weet niks te zeggen, voordat hij dood ineenzonk voor de tafel van diezelfde verhoorders. Zijn zoon
werd meer dan 20 keren gemarteld. Onder andere werd hij dagenlang wakker gehouden. Ook dat was een methode die in de 16e eeuw al bekend was. Er werd brandewijn op zijn huid in brand gestoken. Ook hij werd onder zijn voetzolen en in zijn oksels gebrand. Maar de gruwelijkste methode die op hem werd toegepast was de volgende. Er kwam een rat, die werd op zijn buik geplaatst en over die rat heen werd een schotel gezet. En op die schotel werd een vuurtje gestookt. En de bedoeling was dat die rat dan zich via de buikwand van de gevangene een weg naar buiten zou vreten. Deze wandaden werden begaan, voor de goede orde, in naam van de vrijheid en ook in naam van Willem van Oranje. Want Willem van Oranje, zoals ik al vertelde, was de leider van de opstandelingen. Willem van Oranje was een edelman die afkomstig was uit Duitsland. En die op 11-jarige leeftijd een prinsdom in Zuid-Frankrijk had geërfd. Op grond waarvan hij zich prins van Orange of Oranje mocht noemen. En nadat dat gebeurd was, was hij opgevoed aan het hof van Karel de Vijfde in Brussel. Hij had zich ook moeten bekeren van het Lutheranisme, het geloof van zijn vader, tot het katholicisme, het geloof van het hof van Karel de Vijfde. Karel de Vijfde was in 1555 opgevolgd door zijn zoon Philips de Tweede en ook die had Willem van Oranje gedurende een reeks van jaren trouw gediend. Maar tussen Philips en Willem begon een verwijdering te ontstaan. En geleidelijk aan werd Willem de leider van het verzet tegen de regering, het bewind van Philips de Tweede. Een van de dingen die Willem van Oranje deed, was uit eigen zak de soldaten betalen die in die opstand actief waren. Maar omdat zijn middelen beperkt waren, moesten die soldaten het vaak zonder geld stellen. En dan kreeg je dus van die situaties die ik daar straks al beschreef. De grote tegenstander van Willem in die strijd om de Nederlanden was de hertog van Alva. Alva was een beroemde generaal in zijn tijd die door Philips II naar het noorden was gestuurd. Voor de goede orde moeten we begrijpen dat Philips II de wettige vorst van de Nederlanden was. Dus geen vreemde bezetter. Hij had het volste recht om te regeren in deze streken en was zeker aanvankelijk ook als wettig vorst geaccepteerd. Maar Alva die was naar het noorden gestuurd om de opstandelingen een lesje te leren. Aan het Hof van Madrid was gediscussieerd over de vraag hoe dat zou moeten gebeuren. Er waren mensen die zeiden, we moeten het voorzichtig doen, een politieke oplossing. Er waren anderen, de haviken, en één daarvan was de hertog van Alva, die vond dat je er niet hard genoeg op kon slaan. En eigenlijk de haviken die waren ook onderling verdeeld. De ene groep die vond dat Holland het beste platgebrand kon worden. De andere groep dacht dat het beter was om het een tijdje onder water te laten staan. Maar hoe dan ook, Alva kwam naar het noorden met 10.000 soldaten en dat leger werd wel degelijk als een bezettingsmacht ervaren. Een van de redenen daarvoor was dat Alva nieuwe belastingen invoerde, de tiende penning onder meer, maar ook andere, die bedoeld waren om dat leger te betalen. Dus met andere woorden, de inwoners van de Lage Landen moesten zelf betalen voor hun eigen onderdrukking. Een andere maatregel die hij invoerde was dat er een speciale rechtbank kwam om de opstandelingen te berechten en natuurlijk te veroordelen. Die raad van beroerten, beroerte vanwege de opstand, die kreeg al gauw de bijnaam bloedbank. En dat was natuurlijk niet voor niks, want achter elkaar werden allerlei opstandelingen vaak bij afwezigheid ter dood veroordeeld. En een van die mensen was Willem van Oranje. Alva die werd dus niet populair op deze manier. Dat kunnen we zien op deze prent waar hij is afgebeeld met op de achtergrond twee schavotten. En op de voorgrond zien we de 17 provincies in de Lage Landen die geketend
voor hem knielen. Hè, met andere woorden, die aan zijn gezag onderworpen worden. De reden waarom Alva, of de belangrijkste reden waarom Alva impopulair werd, was de keiharde manier waarop hij optrad. In 1572 bijvoorbeeld werden verschillende steden, Mechelen aanvankelijk in oktober, maar vervolgens ook Zutphen en uiteindelijk Naarden, door de Spanjaarden bezet en daar werd geplunderd, maar ook op grote schaal gemoord. De zoon van Alva was de bevelhebber bij de belegering van Zutphen en die kreeg de opdracht van zijn vader om in Zutphen geen man in leven te laten en de stad in brand te steken. In Naarden werden alle mannen samengedreven in de kerk en vervolgens werd de kerk in brand gestoken. Hoewel de bedoeling was van al die activiteiten dat de Nederlanders en dat de opstandelingen uit vrees voor deze repressiemaatregelen zich weer aan het gezag van de koning zouden onderwerpen, was het effect ervan precies het tegenovergestelde. Mensen werden zo bang voor de Spaanse soldaten dat ze zich liever aansloten bij de opstandelingen. Bijvoorbeeld op 1 april 1572, toen de stad Brielle zich aansloot en Alva zijn bril verloor, zoals het gezegde al gauw ging. En al spoedig sloten zich ook allerlei andere steden, in Zeeland bijvoorbeeld, bij de opstandelingen aan. En dat gebeurde eigenlijk altijd op initiatief van de burgerij. Mensen die bang waren dat de Spaanse soldaten in hun stad zouden worden ingekwartierd en dat die het daar op een moorden en plunderen zouden zetten. Een van de opvallende ontwikkelingen was ook dat al betrekkelijk snel, niet meteen, maar na een aantal jaren, de belastingopbrengsten in Holland en Zeeland en ook andere gebieden die in handen raakten van de opstandelingen zich herstelden. En ook dat wijst erop dat die opstandelingen populair waren bij de bevolking. Ondanks het feit dat zij, zoals in Noord-Holland, vaak ook zelf behoorlijk hard tekeer gingen. Want het waren bepaald geen lievertjes, die opstandelingen. Nou, dit conflict liep hoger en hoger op. En in 1579 besloot Philips de Tweede in Madrid om een plakkaat uit te geven. Een soort wet waarbij Willem van Oranje vogelvrij werd verklaard. En dat, sterker nog, er werd een prijs op zijn hoofd gezet. En die dat edict waarin dat werd vastgelegd, is interessant voor ons vraagstuk. Want in dat edict werd gezegd dat Willem van Oranje een oproerkraaier was, een ketter, een samenzweerder, iemand die het hield met dieven en andere misdadigers, die ook omgang had met belastingontduikers en die, dit is een citaat, boze en listige aanslagen beraamde. Met andere woorden, in Madrid gold Willem van Oranje in feite als een terroristenleider. Natuurlijk sloeg Willem van Oranje terug. Hij publiceerde zelf ook een propagandastuk, een apologie of verantwoording. Hier zien we de titelpagina van dat stuk. Een langdurig traktaat waarin hij uitlegde hoe hij tot zijn daden gekomen was. En in die apologie, die je voor een habbekrats kon kopen in elke kiosk in de 16e eeuw, werd uiteraard ook verteld dat Philips II een hele slechte koning was geweest. Sterker nog, hij werd voor tiran uitgemaakt. En het feit dat hij zo'n slechte koning was, was voor Willem van Oranje voldoende reden om afstand te nemen van deze vorst. Om met andere woorden zijn opstand te rechtvaardigen. Nou, we weten allemaal dat het met Willem uiteindelijk slecht is afgelopen. Balthasar Gerards, die heeft die banvloek over hem door Philips gebruikt als excuus om Willem van Oranje in 1584 in zijn woning in Delft overhoop te schieten. Dus voor Willem is dat uiteindelijk heel slecht afgelopen.
Maar voor de Nederlanden hebben al die vreselijke gebeurtenissen, want dat waren het, uiteindelijk toch heel veel goeds gebracht. Want die opstand was eigenlijk het fundament waarop de Gouden Eeuw gebouwd werd. En hoe dat in zijn werk ging, dat is het onderwerp van het volgende college.